Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nog wat laatste wolkenvelden over Limburg, verder is het vrij schoon in Nederland en dat betekent dat we de zon uitgebreid gaan zien vandaag. Vrij zonnig is het hier en daar wat wolkenvelden, een stapelwolk misschien, maar er is het voor ongeveer mee gedaan. Temperatuur in de ochtend al snel boven de 20 graden om vanmiddag verder op te lopen tot richting de 30 graden. Op de meeste plaatsen halen we die net niet. Wind is zwak uit de meest noordelijke richting, wat stapelwolken hier en daar blijft droog. De zon schijnt vaak uitbundig. Ook vanavond blijft het lang warm en helder met weinig wind. Het is een heerlijke zomeravond. Morgen gaan we voor temperaturen van meer dan 30 graden. Zeker landinwaarts moet het op de meeste plaatsen wel lukken. Langs de kust zo'n 27 graden, even achter de eerste duinen al warmer. En een zwakke wind. Het is vrij zonnig, hier en daar wat stapelwolken. Neerslag is eigenlijk niet aan de orde. Woensdag nog wat hogere temperaturen, en die stijging zet verder door later in de week. We gaan richting de 35 graden op een enkele plek op vrijdag. Op de meeste plaatsen blijft het droog en we houden een mix van zon en wolken. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl